Welkom, dames en heren, bij deze aflevering van Assassin's Creed. Kan ik het doen? Die vier, zo. Nee, ik mis een arm. Wacht, zo, en dan nog zo'n streep. Zo! Zoiets. Nee, het is heel raar. Oké, na het intro. Oké, people, let's go to work. Zo. Kijk, we moeten die luisteraar afluisteren net als vorige keer. Heel stil zijn. Oké, we moeten gaan oversteken. Want we moeten hem natuurlijk achterna. Oh, hopelijk ziet hij me niet. Nee, hij ziet me niet. Oké, we gaan door het veld heen. Which of you dogs has the key to the warehouse, huh? Oké, iemand heeft de sleutel, die moeten we gaan zoeken. Maar wie heeft die sleutel? Daar zo. Stil de sleutel. Nee! Nee. Ik ben er niet. Niks zeggen. Oké, die bel zijn ze aan het luiden. Ben ik niet blij mee? Oké, wie heeft die sleutel? Even kijken hoor. Die niet? Waar was die sleutel, jongens? Stop that man! Nee, ik wou hem gewoon... Oh, dit gaat helemaal mis, jongens. Dit gaat helemaal mis. Oh, wat stom, zeg. Oké, wie had die sleutel? Daar komt hij. Die man heeft de sleutel. Oké, wat we nu als volgende doen. Oké, waar is die vent? Daar zit hij. Oké, ik moet gaan rennen naar de overkant. Kijken of het lukt. Oké, en rennen. Zo. En schuilen. Oké, hij gaat nu verder. Rennen. En... Huppakee. Oké, we hebben de sleutel gestolen. Op een hele rare manier. Ik weet niet waarom op die manier. Het was waarschijnlijk niet de goede. En dan moeten we dus binnen in dat pakhuis. In de hoop dat we niet gezien worden. Even kijken om ons heen. Zitten er mensen in het rood? Alleen daar iemand. En die komt er net aan. Wacht even tot hij verder naar de achterkant is. Die vent daar. Kijk, die man hebben we het over. En staat hij op het dak. Oké, die man gaat weg. Shit. Je moet anoniem zijn voor interactie. Oké, we gaan hem schieten, ja? Kijk of het lukt.
Nee, dat haalt hij denk ik niet. Wacht even tot hij daar kijkt. Wacht. Dan gaan we hem schieten. Maar dan hoop ik niet dat hij... Nee. Ik denk dat we niet te worden gevonden. Ja, nu doet hij het. Oh, ik snap het. Ja, ik snap het. Die plunderen. Yes! Oké, dat was niet zo moeilijk. Nou, ik deed het een beetje moeilijk, maar het was niet moeilijk. Oké, snel wegwezen hier. Zo. En we moeten naar de volgende missie. En die is aan de andere kant van het eiland, heb ik het gevoel. Even kijken op de mapkaart. Dat doen we niet met de startknop, dat doen we met de selectknop. En waar moeten we heen? We moeten... Even kijken. Als we uitzoomen, moeten wij helemaal daar naartoe. Dus we moeten sowieso met het schip... Oké, goed dat ik even keek voor de zekerheid. Dus we gaan even met het schip van ons, gaan we even naar dat plekje toe. Oh, ik hoor ineens spannende muziek afgaan. Daar ben ik ook niet blij mee. Verboden gebied. Ik weet het. Oké, let's go jongens. We gaan wat versnellen. Zo. En we hoeven niet aan te meren. Want we gaan natuurlijk naar een nieuw gebied. Of wie weet een oud gebied. Ik weet het niet. Maar het is een ontzettend grote mapkaart. Assassin's Creed. Gaan we weer zingen hoor. Die rockmuziek ook. Ik vind het wel leuk om... hebben wel leuk gedaan, jongens. Zeg eerlijk, die zeemansliederen hebben ze leuk gedaan. En dat je ook meerdere liedjes kan vrijspelen in het spel. Dat is ook heel grappig. Oh, leuk. Nee, een beetje positief kijken, jongens. We zijn weer bij de stip, dus het ging best wel snel. Ik ben benieuwd. Oh, en ik ga een beetje... Oh jee. Wat hebben we... Waar hebben we op gebotst, jongens? Oké, ik zal niet al te dichtbij gaan. Maar weet sowieso dat we hier ergens... moeten stoppen. Oké, loslaten. Kom op. Oor loslaten. Oké, ja, hij doet het. Hè? Oké, we moeten hier naar het eilandje toe. En dat gaat even niet anders dan gewoon even lekker zwemmen ernaartoe. Oldschool zwem. Ik zie dat hier een paar piraatjes zitten. Ik weet niet of het echt piraatjes zijn. Of misschien wel vrienden. Missie starten. We kunnen ook even dit eilandje verkennen. Want deze... Het ziet er lekker uit. Zo, dan gaan we eens even villen. Huppakee, we hebben een bot en een hertenhuidje. Nou, dat is mooi meegenomen. We kunnen ook even kijken, want er is een uitkijkpoosje hierop. Ja, ik weet niet precies waar. Maar dan kunnen we wel misschien gaan uitzoeken. Oh, wat de hel, een schildpadje. Oh, dat is een leuk ding. Kijk nou. Wat een leuk ding ben jij. Zo. Oh, zielig. Oké, dat hebben jullie niet gezien. Dat hebben jullie niet gezien. Even kijken, het is niet zo'n groot eilandje. Maar ik ben benieuwd waar we misschien wel een topje kunnen bereiken. Met klimmen. Hier denk ik niet op deze berg. Kijk, zijn er nog andere hoge topjes die we kunnen bereiken? Ja, daar een paar topjes. Nou, weet je wat doen? We gaan gewoon de missie starten. Hallo meneer. Missie starten. Goede verdediging.
Here's to our pirate republic, lads. We're prosperous, free, and out the reach of kings, clergy, and debt collectors. Near 500 men now pledge their allegiance to the Brethren of the Coast in Nassau. Not a bad number. True. Yet we lack sturdy defenses. If the king were to attack the town, he'd trample us. Then let us find the observatory. If it does what these Templars claim, we'll be unbeatable. Not that twaddle again, can we? It's a story for schoolboys. I mean, proper defenses. Steal a galleon, shift all the guns to one side. We'll make a nice ornament for one of our harbors. It will not be easy to steal a full Spanish galleon. Have you one in mind? I do, sir. And I'll show you. She's a fussock, she is. Fat and slow. Waar het weer op neerkomt is dat we een betere verdediging moeten hebben. Zoek de El Arco del Mestro. Maar dat is positief. Want dan hoeven wij zeg maar niet een eigen galjoen te stelen. Maar dan kunnen wij eigenlijk de galjoen gebruiken van die gozer. En dat is de El Arco del Mestro. Wat ik begrijp hè, van het verhaal. Nou, dat is mooi. Ik ga naar het stuur toe. Dan gaan we naar naartoe. En wordt nou gelijk aangevallen weer, jongens. Dat hoop ik niet. Worden we serieus gelijk aangevallen? Terwijl we aan het zoeken zijn naar de El Cardo del Mastro. Oké, dat is triest. Nou, ik ga gelijk weg daar vanaf. En weet je wat ik nou kan doen? Is achter me een paar tonnetjes, maar ik zie dat die schepen al wegtrekken, dus mooi zo. Have a dive there one day. See what we can rummage up. Diving them wrecks would be a nice change of pace for us. No need for violent actions against merchants and such. Well, that's some soft talk coming from a pirate. And as it happens, I mostly agree. We'll save the clashing of cutlasses for the military. And them that get in our way. El Arco del Maestro. Maestro is toch iemand van Maestro Music, weet je wel? Zo'n ja, een maestro is toch meest misschien? Ik weet niet. Ik weet niet eens meer, joh. En waar is nu het zingen gebleven, jongens? Even een lekker liedje zingen. Kom op. Oké, we zitten nou op gebied waar we eigenlijk niet moeten zijn. Verboden gebied. En het gaat serieus stormen, heb ik het gevoel, want het regent ineens. En ik zie daar enorme explosies in de verte. Gebruik de kijker om het doelwit te identificeren. Misschien moeten we toch wel het galjoen gaan stelen. Oh jee, daar ben ik niet blij mee. Niveau 17, de brik. Wauw. Gewoon te kijken om je doelwit te identificeren. Ja, ik doe mijn best. Wow, wat komt daar op me af? Is dat het schip? Hij is wel echt uber huge. Oh my god, is dit hem, jongens? Nee, die niet. Man of War. Oh jeetje. Damn, wat een schip. We zijn wel... We hebben het wel niet gehaald, maar ik weet niet wat we moeten doen. Achtervolg het schip, oké. Jeetje, wat een schip is dat, jongens. Moet je kijken, wat een ding, joh. Damn. Level 60, als we die kunnen krijgen... Dan denk ik dat we geen ander schip meer nodig hebben, jongens. Maar we moeten het achtervolgen. Dus ik ben heel benieuwd. Wauw, oké, nee joh. Kijk dan dat niveau, joh. Ik zat al te kijken. Wauw. Kijk dan, joh. Niveau 60, de El Arco del Maestro. Jeetje, joh.
Oh. Someone blowing in. It's a brig. Spanish. Beetje afremmen, mag wel. Want dat gaat heel zacht nu in één keer. Ja, wat ga je doen? Gaan jullie schieten? Gaan jullie serieus tegen mij opnemen, jongens? Oké. Okay. Ja, jongens. Jongen, dat schip lokte uit. Dat schip lokte uit. Nog een keer. Achtervolg het schip. Oké, okay, we gaan alleen maar focussen op dat schip. Meen niet. Alleen maar kijken. Jongens, er zit een schip achter me aan. Maakt niet uit. We zijn toch niveau 60, kapitein. Dat weet ik. Maar ik vertrouw het niet. Kapitein, rustig aan. Ga even in uw schuilkamertje zitten en wij regelen het allemaal. Ons schip is level 60. Nogmaals, ons schip is level 60. Vertrouw het niet. Dat is wat anders. Het vertrouwen op zee. Oké, nee, we gaan gewoon achtervolgen. We gaan niet kijken naar andere schepen. We achtervolgen het schip gewoon, ja? Dat is ons doel. En we gaan niet veranderen. Kijk dan, wat een ding, jongens. Ik vind het prachtig. Alleen maar de missies op zee, jongens. Hadden ze een beetje moeten variëren, vind ik. Oké, worden aangevallen door andere schepen. Maakt helemaal niks uit. Als maar dat schip achtervolgen, weet je. Dan moet je gewoon schijt aan hebben, de rest. Die geven toren op, zie je het? We moeten een beetje snelheid gaan aannemen, denk ik. Oké, we nemen die gozer mee. Er is iemand overboord. Kijk, die hebben we gered. Oké, mooi zo. We hebben weer een bemanning erbij nu. Zeg maar het mooie ervan. Maar ik kan me niet voorstellen dat we dit schip moeten kapen, jongens. Rar, level 60. Rar. Opslaan. Holy crap! Mortiergebied. Als je onder mortiervuur ligt, wordt het schadegebied weergegeven door een cirkel op het water, dat weet ik. De gele cirkels kondigen inkomende schoten aan, ontwijk ze. Als ze gerookt worden, loop je schade op. Oké. Dus ik moet mortier gaan ontwijken. Begrepen. Oké. Dan moeten we dat gele even ontwijken. En nu rij ik naast dat schip. Ik ga er maar achter varen, jongens. Ik denk dat ze geen mortieren kunnen afvuren. Ik ga er maar achter varen. Wat een mooi schip, jongens. Moet je kijken, jongens. Ik ga gewoon bumper kleven. Kan mij niks gebeuren, denk ik. Zie het? Bumper kleven. Breng het Spaanse schip tot zinken. Oh jee. Moet ik ze nou verdedigen gewoon? Kom maar! Stomme schepen! Ik weet niet waarom we deze moeten verdedigen.
Arr, nog eentje. Het gaat lekker. Die scheepjes zijn makkelijk, die kleintjes. Het zijn maar kleine scheepjes, hè? Kijk dat wij tegen ze vechten, jongens. Nog eentje. Kom maar. Zo, dat is gelukt, jongens. Oké, dat ging lekker. Dat ging heerlijk. Even 8 schepen vermoord. She's sailing for that island. I know the place. Natural stronghold used by a French captain named Ducasse. Julian Ducasse, the Templar. Name's right. Didn't know he had a title. I know the man. And if he sees my ship, he'll know it from his time in Havana, meaning he may wonder at who's sailing her now. I can't risk that. And I don't want to lose that galleon. Let's think on. Maybe wait till it's dark before hopping aboard. Ja! Oké. Ik denk dat het uiteindelijk wel de bedoeling is inderdaad om dat schip te gaan stelen. Wat wel het idee is. Spannend. Ik vind het best vet. Goed gedaan. Ik ga de video afsluiten en ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Geef gewoon een groen duimpje en vergeet niet te abonneren. Dat zou ook fijn zijn. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe video van Assassin's Creed. Waar we misschien wel dat galjoen gaan, gaan pakken. Het wordt denk ik wel best wel een zware missie. Nou, tot de volgende keer.